auto's zijn een stuk veiliger geworden vandaag. En dat heeft veel te maken met de inspanning die constructeurs dagelijks leveren, vooral naar elektronica toe, om ons te behoeden van onheil. Vandaar trouwens ook, als je nu een prijslijst in handen krijgt, dat je een hele rit afkortingen te zien krijgt bij die veiligheidsuitrusting. Nu, er zijn eigenlijk twee hoofdrolspelers in dit verhaal die ervoor moeten zorgen dat we veilig op de baan blijven. En dat is in eerste instantie hier de camera. En in tweede instantie de radar. Die twee spelen samen, waarbij de radar de afstand tot het voorliggende voorwerp meet. En waar de camera dan de visuele informatie bij geeft. Zodoende, zelfs als jij niet aan het opletten bent achter het stuur, houd je auto een oogje in het zeil voor jou. De camera doet trouwens nog meer dan alleen maar auto's herkennen of voetgangers. Je kan er ook verkeersborden mee aflezen. En die informatie wordt dan op zich gebruikt voor, zeg maar iets, de adaptieve cruise control. Nog zo'n gegevensbron is de Car2X-communicatie. En wat is dat? Heel simpel. Dat is de auto die communiceert met zijn omgeving. Dat kunnen medeweggebruikers zijn, maar evengoed de verkeersinfrastructuur. Goed, dat zijn allemaal dingen die de veiligheid vooruit helpen, maar je koopt een auto ook om er plezier mee te hebben. Dat mag ik toch hopen. En voor die dingen, ook daar hebben constructeurs aangedacht. Bijvoorbeeld met vierwielaandrijving. Optimale grip, omdat het vermogen naar beide assen wordt gestuurd, zorgt er ook voor dat je sneller door de bocht kan. Zoals is het net om dezelfde reden, je hebt meer grip. In die optiek heb je ook torque vectoring. Die zorgt ervoor dat wielen apart aangestuurd worden, waardoor je eigenlijk dichter aan de binnenkant van de bocht blijft hangen. Adaptieve dempers, die zijn er niet zozeer voor de snelheid. Alhoewel, je kan die harder zetten en dat doe je met de verschillende rijprogramma's. Je kan bijvoorbeeld kiezen voor een comfortabele afstelling, waardoor die dempers iets meegaander zullen zijn. Maar je kan evengoed een dynamische afstelling kiezen, waardoor de auto iets harder afgesteld staat, maar ook dat zorgt ervoor dat je hogere bochtensnelheid haalt. In diezelfde stand trouwens is het stuur directer, heb je een snellere gasrespons en zal ook de automaat langer wachten met op schakelen.